Nou, lieve mensen, het is zover. Ik ga weer een Icon SPC doen en dat komt eigenlijk vanuit een luxe positie. Ik had namelijk een Mendy in mijn duplicates en ik had daarnaast nog een Mendy in mijn duplicates. En ik had daarnaast een Team of the Year Donnarumma in mijn duplicates. En toen ging ik kijken of ik het 86 team van deze Icon SPC kon doen met spelers die ik in mijn club had. Dat kon. Ik had het team gemaakt en ik druk per ongeluk, en ik zweer, per ongeluk, met mijn dikke vinger op die knop en ik heb hem ingeleverd en dan kan ik niet meer overuit. Ik wilde eigenlijk dat bij Future Stars een of andere lijpe promo SPC kwam, maar dat was niet het geval. Deze Mendy heb ik wel gebruikt. Beste keeper die ik dit jaar heb gebruikt. En daarna Lloris en Donnarumma, die kan er geen pepernoot van. Dus ik heb nog een Team of the Year Donnarumma untradable, kan ik wel gewoon inleveren. Doordat ik die spelers al sinds Team of the Year in mijn club had zitten, kon ik geen pakketjes openmaken. En ik heb er een paar opgespaard. En dat is fantastisch. En nou zullen er waarschijnlijk weinig dingen in zitten, want dat is ook heel veel bagger qua pakketjes. Maar vast wel iets, toch? Ik hoop in ieder geval dat er zoveel in zit dat ik die Icon SPC kan openen, afmaken. Kijk, Kasi. Roda JC! Hij heeft voor Roda JC gespeeld. En Marco Asensio, zijn moeder, die is dus Nederlands. Ook heeft Gravenberg een Future Stars kaart gekregen. Had hem vorig jaar misschien meer verdiend dan nu. Speelt een aantal wedstrijden niet heel goed. Maar kan natuurlijk nog steeds een groot talent worden. En hij speelt bij Ajax. En ondanks dat aandelen van Ajax door de mut gaan, zou het zomaar kunnen zijn dat hij uiteindelijk dan voor 50 miljoen alsnog vertrekt. En wij gaan hem nu packen. Kut, sorry. Dit is Casemiro. Hey, 3 walkouts in het pakket. Dit is niet eens gelukt tijdens Team of the Year. Kijk, daar gaan we. Hartstikke idee. Kan dit nog? Dit kan ook nog. Beam bam de boom. We hebben hem. Let's go. Mid of Prime Icon. Nu ik erover nadenk, krijg ik waarschijnlijk echt een kut mid icon. Dan heb ik die Team of the Year en die Team of the Year nominees voor saus ingeleverd. Oh, grote walkout. Ik skip hem. Het kan Messi zijn. Of Neymar of Mbappé. Maar het is Karim Benzema. En het is niet zo verkeerd. Ik hoef geen SPC's meer te doen. Want het, nou, ik heb ze net gedaan. Oh, kut. Tradable. Ik ben coins aan het sparen, want ik wil 1 aankoop doen op mijn account. Alleen heb ik daar te weinig munten voor. En dat klinkt heel raar, want totdat Prime Icon Moments uit gaan komen, kan ik elke speler die ik wil kopen op eentje na. Want die is te duur. Ik wil gewoon Ronaldo Lima kopen. Hij is alleen 9 miljoen en ik heb 7 miljoen. Dus er ontbreekt nog iets van 2 miljoen. Ik heb nog wel een paar dingen in mijn club die ik kan verkopen, maar niet zo heel veel meer. Dus ik moet ergens die munten vandaan halen. Alleen gaat het gewoon heel lastig door te spelen of door packs te openen. Want 2 miljoen! Ik heb die Team of the Week packs. Nou, die gaan we nu openen. Stel, ik pack de duurste speler. De duurste speler uit dit Team of the Week. Dat gaan we nu eventjes doen. Dat is hem niet. Het is Arek Milik. Maar als ik Neuer had gepakt, de duurste speler, had ik 90k gekregen. Weer Arek Milik. Deze gast die is waarschijnlijk Livaja. Dat is volgens mij een oud Interspeler. Goed. Nou, fantastisch. Rulebreaker spelerspakket. Ik heb dus 25 Rivals wedstrijden gespeeld hiervoor. En we krijgen... Ah, meen je niet. Oh, dit meen je niet. Oh, dit is naar. Dit is van de rulebrekers op 5 na duurste als je de SPC's niet meetelt. Maar ik heb zijn nominee kaart die echt fantastisch is. Beste centrale verdediger. Dus nu heb ik gewoon een 86 rated. Dan had ik beter een hogere kunnen hebben. Nou goed. We gaan het gewoon doen. Mid of Prime Icon. Als ik nou Ronaldo Lima krijg, hoef ik hem niet te kopen. Dat zou ziek zijn. Het is geen grote flair. Het is Italiaans. Het is Gattuso. Wel Prime Gattuso. We packen een Prime Icon. Kom op. We packen een Prime Icon van 170k uit de SPC. Waar ik mijn Team of the Year Donnarumma en 2 Team of the Year nominees Mendy voor heb ingeleverd. Kassa. Oh, grote walkout weer. Ik skip hem. Misschien is het wel Neymar. Nee, ja, land. En hij is prijzig hoor, dames en heren. En die gaan we verkopen. Die gaat in het Ronaldo Lima potje. Oké, dan heb ik nog 2 Ultimate Packies. En die zijn tradable. Want ik had vorige week eventjes snel Weekend League gespeeld. En ging 18-2. Ik verloor mijn laatste pot. Neuer? Nee. Ah, Livaja. Ik verloor mijn laatste pot voor 19-1. Daar baalde ik van, want dan had ik de hoogste rank. Maar goed, 18-2, niet slecht. Is dit een ultimate pack? Oké, Lukaku zit er op zijn minst nog in. De laatste ultimate pack. Future Stars. Nee, Frans. Spits. Weer Karim. Dat is ook het enige wat erin zat. Bro, zo kom ik er nooit, man. Oh, oh, oh. Oh ja, dan is er nog iets. Dan is er nog iets. Ben ik helemaal vergeten. Boom. Ja. Deze heb ik. Ik heb die Future Stars tokens heb ik gedaan. Elke keer als er een SPC kwam. Oh, alsjeblieft. Geef me die Gravenberg. 85 maal 10. Ik deed deze bij Team of the Year. En toen was hij zo ongelooflijk slecht. Niet normaal. Nu Future Stars. Ja. Spaans. CM. Oh. Oh. Het zou maar die Pipa Pedri zijn. 18k is hij. Oh, wat slecht. Goodiebag dan. Future Stars. Nominees. Wat dan ook. Kan ik Bellingham krijgen? Wat zit hierin? Ah, Suyuncu. Ik moet zeggen, ik vind Gravenberg niet heel duur. Als je ziet hoe vaak die ook gepakt is, dan gaat die nog wel een stuk goedkoper worden dan 900k ook. Ja! Jee. Kijk,
En dan zijn we op dat prachtige moment aangekomen. Waarop ik eerder in de video's al packs had opgespaard om te kijken of er iets in zat. Omdat ik het team dat ik op dit moment heb, en natuurlijk heb ik veel geld uitgegeven, enkel en alleen kan verbeteren als ik of iets heel goeds pack, of iets pack dat untradable is en direct in mijn team past. Maar die kans is zo ongelooflijk klein dat dat niet gaat gebeuren. Sterker nog, de red player picks zullen niet anders zijn dan gewoon dingen die ik uiteindelijk in de 86 plus red player pick zou kunnen doen. En daarmee dan een nieuwe verse Tadic of een andere speler in mijn club kan hebben die ik toch niet kan gebruiken. Of geen nut heeft of wat dan ook. Team of the Week pakket. Neuer is het beste. Gaan we Neuer krijgen? Ja. Ja! De beste Team of the Week! Kom op! 90k! Boom! Let's go, man. Boom. Shakalaka. This is my lucky day. Want ik heb nu ook nog een 100k pack en een 125k pack. Tradable. Waar we uit krijgen. Zapata. 1 bordenspeler uit een 100k pack. Chaka. 125k pack. 2500 FIFA punten. Gerard Moreno! Oh, en Tadic! En die rode kaarten hebben dus letterlijk als enige functie dat je ze kan gebruiken bij een SPC, waar dat dan is toegestaan. Maar de lage rateds, ja, hetzelfde als een normale uniform dan, daar lig je niet wakker van. Dus nu gaan we die inleveren. Ik heb heel veel 84 rateds. Ik hoef gelukkig niet iedereen in te leveren. Die kan ik dan gebruiken voor FUT swaps. Boom. Oké, 1 van de 3 86 plus upgrades. Zoals jullie merken, ik ben salty. Maakt niet zo heel veel uit. Tadic! Oh, een 87 dit keer. Let's go! Dames en heren, we zijn er weer. We hebben een mid-icon player pick gedaan. Hij is 600k. Nou zijn er volgens mij bijna geen mid-icons van 600k. Of ze zijn heel duur, of ze zijn echt heel erg laag. Packluck is niet goed in deze video. Absoluut niet goed. Ik bedek mijn ogen. Je kijkt eerst links. En jullie kijken mee. Links. Fernando Torres. Niet goed. Midden. Luis Hernandez. Absoluut niet goed. Rechts. Clarence Seedorf. Oh. Ik weet vrij zeker dat Seedorf het duurste is van deze. Maar of hij boven de 600k gaat komen. 420k. Fernando Torres is 220k. Dus met afstand Clarence Seedorf. Ja, ik kan niet eens proberen dit goed te praten voor mezelf. Met zeggen, hij is bruikbaar, bruikbaar. Nee. Hij is gewoon goedkoper dan dat hoerending. Ik ga er nog één doen. Dit duurt altijd zo onnodig lang. Ik heb er op een gegeven moment gewoon ook geen zin meer in. En dan ga ik ze maar gewoon kopen. Ai, ai, ai. Daar zijn we. De laatste. En hebben we de tweede ook gecomplete. Oh, ik wil gewoon even iets goeds. Ik heb eigenlijk al sinds Team of the Year niks goeds gehad. En dat Team of the Year was ook gewoon slecht. Tuurlijk, ik heb 3 Team of the Years gepakt, waarvan 1 Jorginho en 2 keer Donnarumma. Maar ik had ook heel veel punten erop staan. Mijn packluck is gewoon weg sinds ik in vorm Mbappé heb gepakt. Kom op! Let's go, papa! George, dit is niks persoonlijks. Ik ben natuurlijk big fan van jou. Ik vind je een fantastische kerel, een wondergozer. Johannes Cruijff! Boom! Dank u. Voor het kijken naar deze video. Packluck! Abonneer! Blauw duimpje!